De COVID-19-crisis in ons land is nog lang niet voorbij. We moeten ons voorbereiden op dat wat ons nog te wachten staat. Dat haalde president Desiree Boutersen gisteren aan in zijn statement, waarin hij de familie van de nabestaanden van de eerste COVID-19-doden condoleert. De videoboodschap is gisteren getoond tijdens de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. De president riep het volk op om voorzichtig te zijn en zich niet te laten besmetten. Neem uw voorzorgsmaatregelen om deze verraderlijke ziekte buiten uw huis te houden in acht. Luistert u naar de instructies zoals die gegeven worden door ons COVID-19-team. God behoede ons allen voor het kwaad welke zich nu over de wereld dwaalt. Nayelle Feira, directeur Nationale Veiligheid, riep de gemeenschap wederom op om zich te houden aan de getroffen maatregelen. Ze benadrukt dat we alleen door samen te werken uit deze crisis zullen komen. De wereld is aan het veranderen. COVID heeft de wereld veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat wij als mensen met elkaar ook moeten veranderen. Wij moeten veranderen in de wijze om te overleven. We moeten veranderen in de wijze hoe wij luisteren naar elkaar. We moeten veranderen in de wijze waarop we met elkaar zeggen, we gaan dit samen oplossen. Nayelle Feira, directeur Nationale Veiligheid. Ze sprak gisteren op de dagelijkse persconferentie van de overheid.